Stef van Hulst. Ook wedstrijden voor de best of the rest, die zijn ook leuk, hè? Ja, weet je, die moeten ook uiteindelijk gespeeld worden. Daar hebben we op het begin van het jaar akkoord aan gegeven, dus dan moeten we die ook gaan spelen. Dus maar dan geef je ook akkoord aan 3 wedstrijden, maar uiteindelijk zijn er maar 2. Ja, dat was toch wel een dingetje gisteren. Hoe kan dat? Dat weet ik niet. De Benelink, denk ik. Oh, dat was de beslissing van die kant? Ja, dat was niet onze beslissing, want wij dachten gewoon dat we 3 wedstrijden zouden spelen. En toen kwamen we in de eerste periode het ijs af gisteren. Toen zeiden ze, ja jongens, dit is toch een best of 2. En toen was er nog een twijfel of het met de goalen te maken had. Of ze de goalen mee zouden tellen, ja of nee. Maar dat was ook niet het geval. En toen kwamen vandaag de regels pas allemaal online. Hoe dat deze wedstrijd eruit zou zien. Was je verrast dat de trainer voor jou had gekozen dit weekend? Ja, gisteren begon Dennis natuurlijk. En toen stonden we met 4-1 achter. En toen heeft Jeffrey me gewisseld. En daar ben ik wel blij om, dat ik ook weer, dat ik toch wat minuten heb kunnen krijgen dit jaar. Ja, en zeker aan de volle bak, of een volle bak, deze wedstrijd vol spelen thuis ook nog. Ja, ik was wel blij dat ik wel vandaag kon starten, omdat ik gisteren wel oké was geëindigd. Dus daarom ben ik wel blij mee. Hoe vind je dat je het gedaan hebt vandaag? Ja, de derde periode was wat minder, maar de eerste, tweede en nu de vierde periode was goed. Dus, ik vraag dat bewust, want er waren een paar schoten bij. Die in mijn zin ziens had je misschien kunnen hebben. Weet ik, had ik ook kunnen hebben. Die eerste goal in de derde periode, die had ik gewoon moeten hebben. En die korte hoek bij mijn vanger, had ik ook moeten hebben. En die five-hole ook trouwens. Dus ja, 3 goals kan ik wel op mijn naam schrijven. Maar dan die uiteindelijke beslissende periode die gespeeld moet worden, sta je te keep als een beer? Ja, toch even een knopje omgezet en weer even de focus teruggedraaid, zeg maar. En ja, dat moet ook... Hoort er ook bij. Zo te horen wordt er een feest gevierd in Kleedlokaal. Zijn jullie echt blij dat jullie die finale gehaald hebben? Ja, je bent altijd blij als je gewonnen hebt, toch? Ja, je moet wel een beetje blij zijn. Leuven is de volgende tegenstander. Dat is bekend. Leuven, hè? Ja, volgens mij is het Leuven. Oké, okay, ja, dan zien we volgende week Leuven. Nou, en dan wat gaat er dan door je hoofd? Van, ja, je wil graag meedoen, hè? Ik wil zeker graag spelen, maar het is natuurlijk even afwachten wat de coach zegt, want hij beslist. Hoe ga je dat voorbereiden, jij persoonlijk? Hetzelfde als wat ik de rest van het jaar gedaan heb. Elke week gewoon fatsoenlijk trainen. En hopen dat Jeffrey dan voor mij kiest. Succes. Dankjewel.